Welkom bij een nieuwe Weekly Recap. In deze soort video's laat ik een samenvatting van mijn week zien en deel ik de hoogtepunten van wat ik allemaal heb meegemaakt in een week. Dit doe ik omdat ik niet alles onthoud en ik vind het leuk om verschillende momenten uit mijn leven te verzamelen. Dus mocht je benieuwd zijn hoe mijn week eruit zag, kijk dan vooral verder. Op zaterdag stond er iets leuks op de planning, want ik had namelijk de baby shower van mijn lieve vriendinnetje Shannon. Ik ging met de trein naar Breda toe en daar hadden we een lunch, een uitgebreide lunch met verschillende hapjes. In de middag werd het weer tijd om terug naar Amsterdam te gaan en thuis ging Rits voor ons eten klaarmaken. Er stond zalm met frietjes en bimi op het menu. Heel simpel, allemaal uit de oven, maar wel enorm lekker. En als toetje hadden we nog een koekje met vanilleijs. Zondag begon ik de ochtend met een gymsessie. Ik was zaterdag niet geweest, dus ik vond dat ik vandaag geen excuus had om niet te gaan. Na ongeveer een uurtje ging ik weer naar huis, had ik me klaargemaakt voor de dag, even met Milo gewandeld. En vervolgens heb ik ook nog even de vaat uitgeruimd en andere dingen in het huis opgeruimd wat ook nog moest gebeuren. In de middag gingen we even op pad. We hadden bij de koffiecompany een special Sabrina Carpenter koffie gehaald. En vervolgens zijn we met mijn moeder wezen lunchen bij een pannenkoekrestaurant. Eigenlijk was ik niet echt van plan om te gaan shoppen, maar we liepen langs een t-shirtwinkel en daar heb ik dit shirt gehaald. Eenmaal thuis had ik een lekker drankje voor ons klaargemaakt, limonade met aardbei en munt. En ging ik even met Milo trainen. We proberen hem verschillende trucjes en commando's te leren en deze ook te onderhouden. In de avond hadden we een borrel, of nou ja, een officiële opening van de nagelsalon waar ik nu sinds een aantal maanden heen ga. Het was super gezellig en dat was dan alweer de zondag. Maandag begon de werkweek weer en zoals gewoonlijk maakte ik me klaar voor de dag, koos ik een outfit uit, deed ik mijn make-up en maakte ik een ontbijtje klaar. En voordat ik het wist was het alweer tijd om naar werk te gaan. En de dag vloog zoals gewoonlijk weer snel voorbij en eenmaal thuis besloten we om pizza te bestellen, want hier hadden we onwijs veel trek in en eigenlijk hadden we ook niet zoveel zin om te koken. En dan gaan we alweer door naar de dinsdag. En zoals iedere dinsdag stond er weer werk op de planning. Ik maakte me klaar voor de dag, maakte het bed even snel op, at een ontbijtje en toen ging ik naar werk. En na werk had ik iets leuks op de planning staan. Ik ging namelijk met Sarah even een hapje eten en vervolgens gingen we naar de bios om de nieuwe Inside Out film te bekijken. En onderweg naar huis had ik ook nog even donuts gehaald en dat was alweer mijn dinsdag. Woensdag was ook weer een werkdag, of nou ja, een halve werkdag. Ik maakte me klaar voor de dag, pakte mijn tas in. Ik ging namelijk even van werktas switchen. En nadat ik alles over had geplaatst, ging ik even ontbijten. En toen was het alweer tijd om de deur uit te gaan. Ik had trouwens ook last minute besloten om van outfit te wisselen, want ik had geen zin in de jurk die ik eerst aan had. Mijn werkdag duurde tot een uur of één en daarna had ik afgesproken met Iris om lekker te lunchen, bij te kletsen en door de stad te wandelen. Eenmaal thuis ging ik samen met Rits Love is Blind kijken en aten we wraps met kip. Dit gerecht eten we echt bijna wekelijks. Het is simpel, snel en nog eens heel erg lekker. Na het eten ging ik nog wat dingetjes doen op mijn laptop en kwam Rits er ook nog gezellig bij liggen. En later op de avond gingen we nog met z'n tweetjes een avondwandeling doen met Milo. Donderdag was een thuiswerkdagje voor mij. Ik voerde mijn ochtendroutine uit, maakte een ontbijt klaar, deed een wandeling met Milo en maakte ik een iced latte. En altijd wanneer ik in ons koffiehoekje sta, wil Milo ook wat. Dus hij krijgt soms een beetje melk van mij. Ik heb een aantal uurtjes gewerkt en tussendoor geluncht.
En in de middag ging ik even langs bij SOPR of SOPR om hun showroom te bewonderen. Ik kreeg een aantal goodies mee die ik mocht uitproberen. En onderweg naar huis ging ik nog even langs voor 9 voor een croissantje en een koffie. En thuis ging ik gelijk alle goodies uitpakken. In de avond aten we kip, rijst en broccoli. Echt enorm simpel, want we houden niet van moeilijk. Maar het smaakt altijd wel enorm goed. En dan gaan we weer door naar de vrijdag. De laatste dag van de werkweek. Ik maakte me klaar voor de dag. En voordat ik het wist, begon mijn werkdag. Ik maakte een matcha latte met mango voor mezelf klaar. Ik merk echt dat dit mijn favoriete manier is om matcha te drinken. Vervolgens werd het tijd om aan het werk te gaan. En voordat ik het wist, was de tijd voorbij. Vlogen. In de avond hadden we eten besteld, want we hadden zin om makkelijk te doen. En na het eten ben ik de woonkamer een beetje gaan opruimen, want er lagen allemaal spullen verspreid die opgeruimd moesten worden. En later op de avond kwam onze picknickbestelling met onze boodschappen binnen en dat ging ik even wegzetten. En dat was dan alweer mijn vrijdag. We plakken de zaterdag eraan vast. Het was namelijk Pride. We gingen naar het marineterrein, want dat was een van de opstartpunten van de boten. Dus we konden het vanaf een hele goede locatie bewonderen. En dit was dan de weekly recap. Ik heb echt een heel fijn gevoel aan de afgelopen weken overgehouden. En ik ben helemaal ready voor de nieuwe week.